Drones werden hieltijd populairder, maar dat betekent ook dat de gevaren groter werden. Skydrone Nederland uit Boetenpost is officieel registreerd voor het maaitje van dronebeelden. Dat had ze oorlijke kosten. Dat hield net voor de hobbyisten die het bot minder dwaande binnen met de regels. Het is wel gevaarlijk soms. Hè? Als je stek, bijvoorbeeld hoe amateurpiloten ermee omgaan. Ja, dat gebeurt wel eens wat op een onverantwoordelijke wijze. En wie had u zo'n heel veel regels te houden? En ik vind ook dat hun dat ik dwaan moeten. Er is al wel regels dat dronepiloten haar onhouden moeten. Maar in de praktijk loopt net Elsen niet om er wat van aan. Je moet 150 meter van de meisje kanaal bloeien, je moet maximaal 120 meter heeg en zulke dingen. En dan zie je wel hobbyisten die het gewoon tot 300 of 400 meter heeg worden. En ja, dan zie ik dat wel de gevaarlijke situaties op. Toch zocht Kootstra de takkomst positief in. Ik de dronevraat zit net stil en zit vol met verbeterings. Er worden heel prettige nieuwe toepassingen betocht om drones mee te gebruiken. Dan kist bijvoorbeeld denken aan makelaars, kist denken aan mediaproductiebedrijven, wijze bedrijfsfilms, kist denken aan de landbouw. Dat is ook een heel groot opkomende markt.